Goedemiddag! Daar ben ik weer, Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Do The Special Minecraft Modded. Samen met... Ja, de Tower! Ja, Tommy die moest helaas net eventjes weg, dus die zit niet in deze aflevering. En Dutch Gaming Nation die is ook op het moment nog niet aanwezig, dus hi, ik ben Dutch Gaming Nation en ik ben zo vaak dood gegaan dat ik eigenlijk helemaal geen zin had vandaag. Maar dat zeg ik liever niet. En dan hebben we ook natuurlijk nog Kaasblokje. Ja, en ik had eigenlijk best wel veel animaties te maken. Dus daarom ben ik er bij deze aflevering ook niet bij. Ja, ik weet het niet. Ik probeer maar gewoon... Zoals ik al had gezegd in het begin van deze opnamesessie van... Er zal altijd minimaal 2 personen aanwezig zijn. Het kan zijn tot sommige dagen sommige mensen niet kunnen. Dus vandaag, nou, met dat out of the way te hebben... Ben ik weer vergeten mijn timer aan te zetten. Maar goed, in de vorige aflevering hebben we dus op het einde weer een tornado over ons heen gehad. Hi! Waarom ben je zonder toestemming in mijn huis? Hi! Hi. Heb ik jou toestemming gegeven? Ik dacht het niet. Ja, een tornado. Dat klopt. Ja, dat klopt, ja. En over wie zijn huis ging hij ook alweer heen? Ja, dus dat wil niet zeggen dat jij zomaar in mijn huis mag komen. Oh ja, dat is waar. Even wachten. Ja, nou, ik vind het niet erg hoor. Maar ik heb dus, zeg maar, in de vorige aflevering heb ik wat emeralds gevonden. Dus daar wil ik even wat emerald armor van maken. Wat het maximale armor is wat we dus, zeg maar, tot nu toe mogen gaan gebruiken. Dus heel erg handig om dat dan toch eventjes... Ja, ik weet dat ik nou nog wat emerald overhoud, maar dat heeft dus zeg maar zijn reden. Want als je dus zeg maar met oorspanmaat een pickaxe maakt van emeralds, dan heeft hij automatisch silk touch. En dat is dus heel erg handig om gewoon vlak steen te krijgen. Dus dat is heel erg handig om een huis uit te bereiden. Nou, verder wou ik ook nog eventjes een emerald zwaardje maken. Zo. En dan kan ik misschien Tommy in de volgende opnamesessie blij maken met een diamond zwaard. Want ik heb namelijk ook nog... Oh nee, trouwens nee. Ik wil 2 emerald zwaards maken. Want ik heb die amethyst die ik heb. Daar wou ik ook een pickaxe van maken. Omdat die heeft dan zeg maar geen speciale functies. Maar die is wel ontiegelijk snel met het hakken. Dus vandaar dat ik eigenlijk zoiets had van... En daarom heb ik er al één. Daarom maak ik ook even een amethyst pickaxe. En daar kun je ook alles mee minen waar je dus tegen gaat komen. Maar ik heb dus ook eventjes deze shovel. En every day I'm shuffling. Oké. diamond sword, die mag even weg. Ja, misschien kan ik iemand blij maken met een diamond sword, weet ik veel. Vast wel. Die mogen dan eventjes bij mij in de tools. Want daar doe ik nou toch even niks mee. Net zoals de iron gear. Ik moet zeggen dat ik nou eigenlijk... ik denk dat ik zelfs nou sterk genoeg ben voor een mantis. Wat heb je helemaal... Wanneer ben je denk je sterk genoeg? Ik denk dat ik op het moment sterk genoeg ben voor een mantis. Ik bedoel, ik heb wat emerald. Vind je van mij? Wat vind je van mij? Want ik ben eigenlijk ook best wel ver al. Ja, je hebt ook een groen mutsje. En deze? Je bent groen gemutst. Ja, nou ja. Ik... hey. Oké, nou is wel het feit dat emerald niet zo sterk is als amethyst. Volgens mij had emerald een attack power van 8, geloof ik. Ja, want... Nee, plus 10. Oh, dan ben ik in het voordeel. Ja, want jij hebt plus 12 of plus 15. 15, ja. Ja, en Ruby is plus 20. 20. En Ultimate Sword is plus... 40. Wauw. Oké, nou, het wordt nu weer nacht. En ja, ik wil dus niet eigenlijk heel deze aflevering in de duisternis blijven, dus... Ik wil heel eventjes laten zien dat tornado-spoor wat we hebben gedaan. Ja, we konden wel op weg naar een cave, maar ja, aangezien dat ik dat met iets meer men wil gaan doen, ga ik toch maar kijken voor een uitbreiding. En zoals je dus hier ziet, de tornado is dus echt rechts langs. Je hebt geen schade, dus ik vind niet dat je mag janken. Jawel, ik heb een klein beetje schade onder, maar dat heb ik al gefixt. Oh, nou, dan is het goed. Dus, als lekkage. Zout! Ik wil zout. Beter dan zaad, ik bedoel... Niet weer! Niet meer. Nou, het voordeel van zo'n tornado is dus wel, al het dirt wordt dan weggehaald. En zo kun je dus best wel veel iron eigenlijk vinden. Dus daarom ga ik eventjes het spoor eventjes achter... Excuse me? Hallo? Oh. Hey. Ja, ik dacht dat ik even iets hoorde. Net zoals lekker veel kool, dat hebben we nou ook. Dus Hi. Oh, waarom doe ik... Nou, maakt niet uit. Ik plaats het wel heel even opnieuw. Ik sta het hier per ongeluk te hakken met mijn silk touch. Dat is niet echt handig. Nee, zout. En peper. Dat vind ik wel jammer. Je hebt wel zout, maar geen peper. Ik vind eigenlijk dat als je zout hebt, er toch ook peper bij moet, op zijn minst. Hartelijk bedankt voor het peper- en zoutstel. Gezellig. En ik heb weer een extra hartje. Yay!
Maar ja, jij hebt dus wel op te vullen als jij dus gaat uitbreiden of zo. Dat is wel zo. Maar ik ga denk alleen het bovenste laagje opvullen of zo. Ah ja, het hoeft ook geen gigantisch huis te worden. Dus, hoi! Wil je mij alsjeblieft niet de lucht inslaan? Hé, ik was aan het vechten met hem! Ja, maar hij is sterk! Ja, nou en? Mijn loot. Mijn! Okay. Ja, dat wel. Ik help alleen maar. Oh nee, we gaan toch niet? Nee, wij zijn vriendjes. Ik zal eens kijken. Heb je iets aan een diamond sword dan? Momenteel niet, want ik ben eruit geknald. Maar ik kom terug. Oh. Nou, ik heb hier wel twee boogjes voor je met heel weinig HP. Oh. Dus ik ben nog steeds hier eigenlijk het pad even aan het volgen van de tornado. Het is best ver hoor. Zo'n tornado die kan toch dik 300 bloks ver weg gaan of zo. Dus en ik zie eigenlijk iets best wel komisch. Als je dus zeg maar gaat kijken op mijn minimap, dan zie je tot noord van ons de andere tornado is geweest. Dus... En ik begin te glitchen. Dat zag er even vaak uit. Oké, nou hier is hier het water over gegaan. Ben je er nog, Tauler? Ja, ik ben er weer. Hé, hey, is er weer. Ja, dat is een beetje het ding. Bij die mond, ik heb niet zo'n hele goede laptop, dus ik kan soms crashen. Party crasher. Nee. Iron! Maar ik vind het wel grappig dat we dus eigenlijk twee sporen van tornado. Nee, daar zal ik maar niet gaan doen. 220 health skeleton. Doei! Oh. Rage quit! Hij zit achter me aan. Ik zie het, ja. Hoi. Ik zag er zoveel iron. En ja, hij crasht bij mij. Oh, dit keer crasht hij bij mij. Nou, dat kan allemaal gebeuren. Wij zijn zo bij je terug. Oké, daar zijn we weer. Ja, op een of andere vage manier crashte die voor mij nou ook voor de eerste keer. Dus een... Ah, hij spin! Au. Ik lag een beetje... Oh nee, dat komt omdat ik hem op opstart. En dan is die bezig met alles te laden natuurlijk. Hoeveel spinnen heb ik wel niet achter me aan? Het zou er pittig veel kunnen zijn. Ja, nogal. Babyspinnen. Oh, die... Die kunnen hard hoog springen, toch? Ja, nee, die zijn gewoon heel erg snel. Ik heb echt heel veel spinnen. En it's a bit spider, crawl up the water spout. Down came the rain, that put that spider out. Hey! Oké. Okay. Sorry, ja. Ik heb af en toe wel eens mijn lolletje. Weet ik. Spijt me. Ik zal me proberen in te houden. Wat is dit voor zombie? Ik weet niet. Die beukt zichzelf gewoon tegen mij aan. Is het er weer zo eentje? Ik zou het niet weten. Oh, het daar. Oh, nee. Ik zie iets wat ik wil hebben. Dat was gewoon een zombie met ook 220 HP. Waarom heb ik 3 van die Endonites in mijn huis? 4! Oké, wacht eventjes. Kijken jullie niet aan. Nog niet tenminste. Nou ben ik boos. Nee, laat me even eten. Laat me even eten. Ja? Nee. Ik zal dit overleven. Klein beetje lek, man. Hoppakee. Gaat goed? Au. 5 hartjes nog. Ik wil niet mijn kist. Nee. 3 hartjes. Ik wil mijn 32 experience niet kwijt. Nee. Ik wil eigenlijk helemaal niks kwijt. Nou, ze staan allemaal buiten. Dus heb ik een ender... Daar wordt op mijn deur geklopt. God, wat nou weer. Ja, hi. A wimble web. In this Minecraft is dark Minecraft, and the night sleeps tonight. He is swinging that god sword, and he's trying to battle. I'll tell you, I can hear you sing along. A wee. Als je die animatie ziet, dan lacht je eigenlijk kapot. Dat de maat van de muziek dat hij aan het swingen is met zijn zwaardje. Oh, met die dino.
Nee, die Ender Knights voor me. Ik heb er hier eigenlijk twee. Ja, kom maar binnen dan. Blijf maar buiten. Dat is die zombie met 110 AP. Oké, ik ben binnen. Ik heb een minor stream. Ik knip heel eventjes naar voren toe wanneer dat het weer daglicht is. Dus we zijn zo bij jullie terug. Op de dag dat je de zon niet ziet en je staat in het licht van de zon, wordt er op een deur geklopt door zo'n stinkzombie die daar toe niet wil ophouden, nee. Het lijkt me haast te eng misschien en ik durf nou niet meer naar buiten toe. Veel zang in deze aflevering, dat wel. Aangevallen door een freaking spider. Ik ga erop wagen. Ik zou niet This was a dumb idea! Sterf! Mantis! 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 Ik ga ervoor. Nee, ik ga er toch niet. Nou, ik weet niet. Ik ervoor gaan. Ik heb het overleefd. Ik ga voor de Mantis. I'm ready for this! Of gaat die Mantis voor jou? Nee. Oh. Toen. Hij valt die spin aan! Ja, en dat is gunstig. Oké. Okay. Hij staat in de fik. Dood die spin maar. Dat is een special spin. You can do it! Titanium, uranium, alles krijg je. Dus deel het nou met mij. Nee. Mensen, een bordje gekregen. Heb je een bordje gekregen? Wat voor bordje? Itemframe. Oh, dat is vaak, want hij is eigenlijk nog niet echt een baas, zeg maar, dat nodig is voor de Big Bertha in, 15 punten. Ah, nee! Dus wel. Maar... Het is dag! Dan hoor je me niet te bombarderen. Dan moet ik weer een heel huis gaan fixen. Oh, daar ben ik niet blij mee. Ik heb hier problemen mee. Ik heb een item frame. Mag ik mijn verzekeringsagent even bellen? Ja hoor. Oké. Ik zit te wachten tot de touw er opneemt. Ja, hoe dan mee? Met een verzekeringsagent. Firefly, volgens mij heb ik dan verkeerd nummer gebeld, maar goed, ik zal het nog eventjes proberen. Ik ben op zoek naar mijn beste kerel een goede verzekering. Wat heeft u mij te bieden? Ik bied de helft. Deal! Or no deal? Ja, ik weet niet, wat kost het? Een paar euro's. Over de prijs kunnen we wel uitkomen, toch? Toch? Een paar diamonds? Ja, maar wat dekt u dan? Heb ik dan... Ik dek de tafel. Sorry. Ik dek de tafel. Het kan toch? Ah, dat zou gewoon hilarisch zijn. Is het beste die dan zegt, maar ja, ik ben verzekeringsagent. Wat dekt uw verzekering dan? De tafel. Echt weer zo'n hilarische opmerking uit het niks. Nou, ga je mee? Even mijn stream? Heb jij mijn stream? Ja, twee. Kom op. Heel eventjes deze kopstone heel eventjes. En ik moet mijn inventory even plegen, want ik heb heel veel drops gekregen van die eikels. Van die grote huftels. Van die hufteldingen. Ik doe heel eventjes. Geef mij nou maar heel eventjes. Oh, wacht eens even. Nee, ik heb Emerald Boots, dus
Ik heb Diamond Kijk. Boots gekregen, maar ja, daar heb ik niet niks aan. Okay, Kijk eens wat ik in mijn handen heb. Wat heb je in je handen dan? Achter je. Wat? Wie? Waar? Wanneer? Ja, je hebt hem. Oh, heb je hem? En jij? Heb jij er ook nou eentje? Ja. Oké, goed zo. Braaf. Oké, nou, ik doe... Niet doorvertellen. Iedereen ziet dit. Oké, ja. Alle kijkertjes, niet doorvertellen. Niet doen. Ja? Dat is ons geheimpje. Ja? De tower heeft de Niner Team weggegeven. Nee, die heeft helemaal niks. Kijkertjes, niet doorvertellen. Vertrouw jullie, hè? Vertellen aan Guido. Vooral niet aan Guido. Nee. Dutch Gaming is. Nee, niet doen, hè. Niemand vertellen. Helemaal niks. Ongeheimpje. Goed, nou, mag ik alsjeblieft... Oké, nou, ik heb die niet nodig. En ik heb geen Iron Pickaxe meer nodig. En die shovel heb ik niet nodig. Dus, even kijken hoor. Dat zijn random dingen, daar heb ik nou nog niks voor. Dit is mijn farm. Heb ik iets in mijn farm? Farm. Ik denk dat kijkers wel leuk vinden, ja, mijn stream. Ja, ik denk dat ze die wel op prijs zullen gaan stellen. Die is echt... Dat is gewoon een must-have. Daar dus, maak een soort commercial van. Commercial! Ja, nou, dat doet deze mod eigenlijk ook. Woodsbot. Ja, ik bedoel. Ja, nou. Cave Fisher Spawn, ja, het zal wel. De dirt, die mag ik één stack bij me houden. Dat vind ik wel fijn. Die mogen daarbij. Die mag daarbij. Die mag daarbij. Daarbij. Seeds mogen nog heel even bij mijn warm stuff. En ik denk ook wel... oh, wacht. Ik heb nog één klein dingetje. En dat zijn, zeg maar, die... ja, kan ik mijn eigen spawners van maken. Oké, okay, ik ben klaar. Ik ben er klaar voor! Ik heb hier een mining-ingang, dus we kunnen... Ik heb een veel betere mining-ingang. Die gaat echt al gelijk door naar de diepte. Naar 9. En die is safe. Volg mij maar. Weet je nog die mine waar we... It's the bee. The bee! Ik voel wraak. Wraak, zeg ik je! Veel plezier. Hij raakt mij nog niet eens. Oh, auw. Botersnoepjes! Ligt hier nog suiker? Jee. En wel, hoe kan je suiker maken? Met papier? Exactly! Nee, maar goed, we gaan hier naar beneden toe. Zo. Nou, en hier hebben we dan die dungeon waar we dus later nog. Nee, niet die kant! Nee! Ik wou voor het geld gaan. Er zit hier wel een zombie nou. Special? Nee. Nee, is gewoon... Zo'n bikkel zonder shirt. Zo'n shirtloos. Maar ik ben altijd wel bang dat ik specials tegenkom. Waarom ben je daar bang voor? Nou, omdat die gevaarlijk zijn. Nou, kijk, en hier hebben we dan de stripmine. Je kunt hier die kant op gaan en je stripmine gebruiken, maar je kunt ook de andere kant op gaan. Dus... Een stripmine gebruiken, oké. Okay. Je kunt de stripmine... Dit noemen we de stripmine gebruiken. En... trek leren aan. Is 8 wel het goede niveau? 8 is zeker het goede niveau. Oké. Okay. 8 is de niveau. En... Dank je. Maar jou de eer. Ik ga hem gewoon... Nog meer aan hier of zo? Ik ga hem gewoon hier, denk ik. Ik ben jou verdedigd met mijn leven. Ik heb het helemaal gehad hiermee. Nou, kijk, zoals jullie zien. Dit is zo awesome. Oké, hoe doen we het? Nou, dit is voor jou en ik ga die andere kant op. Boom. Oké. Okay. Weet je wat? Nee, ik ga deze kant op, zeg maar. Nee, dat is niet verstandig. Ik zie dat beesten. Just mine at night. Oh, wacht even. Hier is iets misgegaan. Wat is daar misgegaan dan? Oh. Precies door de... Ja. Ja, dat maakt toch niet uit. Nee, denk het ook niet. Alhoewel. Dus ik neem niet bewust een besluit. Hè? Zitten daar spanners? Hey, Jot, ik ga die andere kant op. Veel plezier. Zitten bij mij spanners? Ja. Waar dan? Daar zo. Waar die Wat heb hij voor zwaard? Oh, dit is de dungeon. Ja, dat is een beetje er doorheen gebukt. Nee, dat is er niet doorheen gebukt. Dit verdwijnt niet. Oh. Dit is gewoon zeg maar de dungeon. De dungeon waar wij eigenlijk dus naartoe zijn gegaan, maar omdat er een tornado kwam en dat we dus moesten vluchten. Maar er zit hier verder nog helemaal niks, dus... maar die spawner die zie ik inderdaad, ja. Ik denk dat ik die spawner heel eventjes ga uitschakelen. Dan zit je straks in mine en is het boom. En dan kan ik dadelijk misschien hier ook nog heel eventjes de glowstone even jatten. Want dan kunnen wij een tornado sirene zelfs nog maken. Wat handig zal zijn. Dus, ja, ik denk niet dat er heel erg veel spectaculair zou gebeuren. Dus wat ik ga doen is in Minecraft een fast forward. Waarom ook niet? Here we go!
Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see, this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween, pumpkins green in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene, trick or treat, till the neighbor's gonna die of fright. It's our town, everybody scream. In this town of Halloween, I am the one hiding under your bed. Teeth crown sharp and eyes glow red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in the air. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everybody hail to the pumpkin soul. In this town, don't we love it now, everybody's waiting for the next surprise. From that corner man hiding in the trash can, something's waiting there to pounce and howl you scream. This is Halloween, red and black, slimy green, aren't you scared? Well, that's just fine. Say it once, say it twice, shake a dozen, roll the dice, ride with the moon in the dead of night. Everybody scream. Dus, maar goed, ook al is het nacht, waar ik van baal, want ik wil eigenlijk het bordje gaan plaatsen. Ja. En dit bordje wordt ook geplaatst, ik hoop dat mijn bodyguard snel hier omhoog komt. Want ik kan mij dan heel eventjes beschermen, want dit bordje hoort eigenlijk 's avonds geplaatst te worden voor deze reactie die ik dus gepland heb. Dus, wow! Onderweg. Natuurlijk onderweg. Naar boven. Ik loop nu de gang weer in. De grote strip mine naar beneden. Ja, ik ben hier ondertussen even alles aan het killen wat beweegt. Toch niet mij als ik aankom, hè? Damn, hij heeft me door. Dus ja, gisteren hadden wij dan Old Ways to Gaming. Superleuk uit het werk met het Game Over geluidje. Die hebben we dus netjes opgehangen. Hangt er nog steeds. Niks meer gebeurd. Zover. Dus ja, ik hou een notitielijstje bij me, welke reacties er zeg maar zijn geplaatst. Mocht er iets gebeuren met de Wall of Fame, dan horen we de... Kun jij mij dan eventjes verdedigen, lieverd? Ja hoor. Oké, dan heb ik dus even kijken. Signs hier nodig. Waar zijn we signs? Hier. Die pop maar niet. Hè, wat? Ja, er vloog een beetje een zombie naar je hand. Ach ja, die vliegt wel vaker naar me toe. Oké, dan hebben we dus hier een even kijken, dat was van Hein de Zutter. Echt originele namen. En die had gereageerd met don't. Mine. Sorry, het spijt me. At night. Dit is geen grapje. Dit is aflevering 2. Echt? Ja, die heeft echt don't. Mine, het spijt me. Dus ja, ik dank jullie allemaal voor het kijken naar deze aflevering. Ja, we hebben toch een beetje kunnen minen. We hebben toch wel een beetje dingen weer kunnen vinden. Dus ja, heb je een... respawn zombie! Hey, daar ben ik niet blij mee. Drop jij altijd je stuff? Nee, dat kwam door die special... hey, kijk nou toch eens, Westa. Iron chest... Nou, ik denk dat ik wel de broekies wel het een en ander kan geven. Oh, je hebt echt je zwaard zo vast van... Maar goed, heb je dus een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. En misschien kom jij ook wel op deze geweldige Wall of Fame. Ik vind het leuk. Dus wij danken jullie voor het kijken. En laat een likeje achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En tot volgende week maar weer. Morgen gaan we dan verder met Super Mario Galaxy. Want ja, ik denk dat zeg maar dan... Ik weet niet of het al begonnen is of dat het nog moet gaan beginnen. Maar ik denk dat we er al mee bezig zijn in deze aflevering. Tenminste, hoop ik. Dus ik dank jullie voor het kijken. Morgen dus verder met Super Mario Galaxy. En tot volgende week weer met Minecraft. Dus dit was Zelda Player 20. En de toweler. Dus tot dan. Doei!